Hallo allemaal, we zijn vanavond te gast bij Café de Vriendschap in Wat Wij. Er is een Westfriese avond met optredens van het Wervershoofds Volksorkest en Cor Steur. Hallo, jij bent van het Wervershoofds Volksorkest? Ja, dat klopt. Ja, wat is jouw naam? Tom en ik speel de bas. De bas? Ja. Ik wil graag weten, wat verwacht je van deze avond? Nou, in ieder geval dat er meer publiek komt dan de vorige keer, want het is dus nu al zo. En ja, wat verwacht ik ervan? Dat het heel gezellig wordt. En dat er weer heel wat West-Friese humor van het podium gaat, zal maar zeggen. We en dat iedereen het leuk vindt, uiteraard. Nou, dat is goed. Ja. Mevrouw Steur, wat verwacht u van deze avond? Nou, net als de vorige spreker, dat het een heel gezellige avond wordt. Dat ze echt lekker met elkaar lekker praten, lekker dansen, lekker, ja, gewoon gezellig met elkaar. Ja, dat is goed. En u bent ook van het Wervershoofds Volksorkest. Wat speelt u? Ik ben dus slagwerker. Althans, ik word geacht de slagwerker te zijn. En wat verwacht u van deze avond? Leuk, spontaan, gezellig. Gewoon lekker zoals de bedoeling is van dit soort avonden. Dat afoin, er was geen geld voor de trein en er was geen geld voor de bus. Dus het volksorkest moest liften. Maar daar zou ze ook niks voor zelf liften met zo'n hoop volk. Dat op slot vier man de bossies in, de schuildoeken zijn en dan moest de knapste, de intelligentste, die moest dan liften. Dat ik staan dit te liften. Ja, zo was het toch. En er stopten. Klein autootje met twee grote, dikke, lulke wijven erin. Gewoon niet echt hoor, maar voor het verhaal. Nee hoor, nee, ja, je moet het allemaal een beetje aantikken voor alles. Het tv-baar is vanzelf moet je. Je moet jezelf profileren. Dat is ook een oud-West-Fries woord. En die twee grote, dikke, razende, lulke wijven. Die zaten er in dat autootje en ik kon alleen maar zeggen, ja, er zitten de nachtvier in de bossies. En toen zei die Inde, dan stap jij in en dan leid ik mijn zuster hier achter, want die verslindt mannen bij bossies. Dat is geen cannabis, dat laat ze voor ze in de gaten. Zodat ze vaak in de stad zeggen, West-Friezen, wat kennen die snokker praten? Dan zeg ik, nog nooit weet je dat het me spijt, maar ik raak het mijn leven niet kwijt. Het is zo mooi, zij weet niet weer het aan luid, maar West-Fries klinkt zo blij op zijn buit. En dan pakken we het mooi. West-Fries naam niet kennen. Ze doen het door koppies, ze kopen door poppies. Je moet het er effies aan wennen. Ze bennen heel groos op een hok vol met jongens. Ze en ze kuilen in de loos. Ze voelen een doos van de kroos. Kruijers, proos, joost, er is heel wat loos. Die paar oos en dan pakken we ze mooi. Oorspronkelijk zijn we quintet in Wervershoofd begonnen. Ja, het verhaal is een beetje bekend. Het is als grapje begonnen op een gemeenschapsveiling. En dan praat je over 13 jaar geleden. En ja, we zijn met volksmuziek begonnen. We zijn gedeeltelijk, is het een orkest met liefhebbers, om dat woord nou maar te gebruiken. En, maar er zitten ook een tweetal leden in, waaronder ik, die zeg maar van de muziek moeten leven. Maar ik geloof dat, dat is voor een orkest is het geen belemmering. Het maakt het juist wel leuk.
Dat hele strakke professionele wat je wel eens ziet bij collega-muzikanten, waarvan iedereen daar een stuk brood moet verdienen, dat hebben wij niet. Dat is bij ons gewoon een stuk gezelliger. Dus het heeft toch, voor het hele orkest heeft het wel iets liefhebberigs. We vinden het nog altijd heel leuk om te doen. Ze houden het wild in de pinnen. En zeg je de man, ik ben al zangizam, met het rode toch wel eens die kan. Dus uit die gedaan, ga jij maar uit vandaan, want sinds ken ik man, loof ik hem lang aan. En dan pakken we het bolkie, en dan pakken we de banjo en gitaar en we zingen een volkie. Uit de zorgen des Friese en wel heel muzikaal, zoals dat jullie bekend is. Toch weten we allemaal dat ons West-Friese taal akelig inconsequent is. Want een fuik is een vloek, maar een struik is geen struk, want een struk die zit onder de kool. Een been is een wiep, maar een teen is geen tien, want die krui je alleen maar op school. Dat zeggen wij niet. Te heet is te heid, maar hij heet niet hij heid, want hij heet hier bij ons weer heid. Een poot is een poot en een brood is een brood, maar een noot is geen noot, dat is een neut. Een sloot is een sloot en een zoot is een zoot, en een hele zoot, dat is een reut. Gedaan dat is dijn, maar een zwaan is geen zwijn, want een zwijn die is kladder en vies. Ineens is op iets, maar niet eens geen iets, dat is geniezen, dat is typisch West-Fries. Dank u wel. Goed, dames en heren. We zijn niet alleen vanavond, we hebben de nachtnietje meegenomen, en dat is Cor Steur uit de Waard. Ik wou Cor even aankondigen. Cor heeft een zeer bijzondere wandelstok. Die stok bestaat uit drie delen en zit stijf vol drank. Nou, daar zullen we gaan niet waar. Ik wil wel even aan de mensen zien laten, voordat ik begin. Nee mensen, ik zal het even zien laten, als krijg er toch weer gelul over. Deze stok kreeg hem van een Duitser. Want ik had altijd een stok. Mevrouw zei altijd al, die stok van jou die is te lang, maar dat komt nooit in mijn tas. En nou heb ik een stok, dan kan ik gewoon zo, dan kan ik er een stukje van afdraaien, dan kan ik er nog een stukje van afdraaien. En dan kan ik hier bovenaan, dan kan ik zo die kop van afdraaien en dan zit hier een kokertje in. Daar kan vanzelf jonge jenever in, maar er zit nou niks in. Maar dat heb Hannes Knuin vorige week opzopen. Maar als ik er wat in douw, dan heb ik er vermoed in. Maar ik drink het zelf nooit. Want ik zeg altijd maar zo, drink geen vermoed als je vermoedt dat je ver moet. Kijk, ik heb er nou niks in, want ik heb Hannes Knuin vorige week... Heb je dat opgemaakt? Opgeopen. dus er zit niks meer in, maar het is gewoon makkelijk, want ik zat altijd met die lange stok en die kon ik in die tas en nou... Je kent er ook mijn biljart, dat is nou schroef ik hem, nou zit de pomerans op. Dus, en nou schroef ik hem mooi aan stukjes en dan kan ik zo weer in mijn tas. Cor, wanneer ben jij begonnen met het vertellen van anekdotes? Ja, daar was ik al bezig, ja.
Ik was bij de carnavalsvereniging in Heerhugowaard. En dan traden we altijd op in bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen. En dan moesten we wel eens artiesten moesten we hebben. En nou, dat kostte soms nog aardig geld. En het resultaat was soms geen eens zo goed. En toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken. En toen zeiden we, kunnen we dat zelf niet doen? En toen had mijn schoonvader, die had zo'n blauw pakje van de Hoogovens. En ik had nog een paar klompen. En eerst had ik die pruik dus nog niet. Maar een petje op en zo is het begonnen. En dat is zo langzamerhand in de loop der jaren is dat een beetje uitgebreid. En nou is het een beetje een uit de hand gelopen hobby. Ja. Dat is toch prachtig. Had je een voorbeeld? Nou, ik zou het niet weten, maar ik vind wel altijd Jo de Leeuw vond ik altijd. Dat vond ik altijd de beste die ik gezien heb. Ze hadden het altijd over Kees Tet. En ik vind Kees Tet, zijn verhalen vind ik prachtig. Maar ik vond het West-Fries van Jo de Leeuw met zijn creatie van Tante Saar. Daar genoot ik altijd het meeste van. Dat, Leeft hij nog? Ja, die leeft nog steeds. Ik weet dat hij zelfs nog, hij zit geloof ik nog in een oudere fanfare. En daar blaast hij nog mee. Het zal wel niet meer zo zijn als dat hij 20 was, maar hij doet nog steeds mee. Ja, en die, nou, dat is heel lang. Het is jammer voor het kind, maar ze is 1,94 meter. En heel mager, maar ik heb verlegen mooi zingen. En ze heeft een heel pittig toetje ook nog wel. Maar de vader is wel zo'n grootskopper. Ook in bonk muziek, zou ik denken. Hij zei, als je die hoge noten blijft, dan heb ze de kop scheef en de mond wijd open. En dan had ze een beetje moderner werd ze, want dan had ze ook van die lappen ijzer in de oor hangen. En toen schudde ze bar met haar hoofd met zijn neut, joh. Die kwam precies tussen de kiezen zitten. Is het voor jou een beroep? Nee, dat is het zeker niet. Nee, dat is zo af en toe en dan kom je de jongens weer eens tegen en zo rommelt dat een beetje. Het is gewoon voor je lol. Ja, zo kan je het wel stellen, ja. Ik had het jullie trouwens van tevoren wel zeggen kunnen dat we heel gaar geen strenge winter krijgen zouden. Want wij West-Friezen, wij houden goed kijk op het weer. Als je mijn vader neemt, de oude Kees Teur. Nou, die hoefde maar één keer zo naar de lucht te kijken. En als deze een hele kop nat werd, dan wist hij dat het regende. Ik heb het ook nog eens gehad in de winter. Toen liep ik in de waard bij het schoolplein. En er was een hoge houten schutting. Daar kon je niet overheen kijken. En toen hoorde ik aan de kant wat jongens. En die riepen allegaar 25. 25. Nou, dan word je vanzelf nieuwsgierig. Nou lag dit toevallig bij die schutting een inrappelenkissie. Ik dacht tenminste dat die dit toevallig lag. Nou, ik klim op dat kissie. En ik kom met mijn kop boven die schutting. En ik kreeg 5 sneeuwballen recht in mijn kanus. En ik laas er achterover in de sneeuw. En ik hoorde aan de andere kant 26. 26. Ja, hij houdt het voor mij de zak. Hier zijn in de boertje bloemen. Hij heeft een sterke hoes. Het hier kon vroegen. Doe je hond, die weet er niet meer zo. En wij zien met de zon. En een paar wijzen met een pieter. Here to ja, ze het moedje, hij is ver voor die voice. Maar daar in die stukken, dat betekent mijn voice. Hij is de sterke kaar, een man van twee keer blauw. Als hij langs de